Nintendo fans, welkom bij weer een gloednieuwe Paper Mario video. Elke dag Paper Mario video's op dit kanaal, want jullie vinden Paper Mario leuk. En ik vind Paper Mario ook leuk, dus dat komt goed uit. We zijn op de boot van Princess Peach en we hebben in de vorige aflevering een hendel gevonden. En ik heb zomaar het vermoeden dat we de hendel hierin moeten doen. En dan kunnen we op deze manier misschien de elektriciteit weer terugkrijgen hier op deze boot. Eens even kijken of dit werkt. Dit werkt, want die hendel die past perfect, zegt Bobby. Volgens mij is het gelukt. Ja, nu moeten we er alleen nog even aan draaien, denk ik. Of moeten we hier op een knopje drukken? Oh, wacht, we moeten er een klap tegen geven. Laten we er nog een klap tegen geven. En nog één. En nog één. Want het lichtje gaat steeds verder branden en hij doet het. Hij doet het. We hebben weer power. We hebben weer elektriciteit op deze boot. Het is helemaal roze. We hebben roze lampjes. Ja, het is ook de Princess Peach boot natuurlijk. Goed gedaan, Super M. Ik wist dat jij wel voor wat spanning kon zorgen. Snap je hem? Met de elektriciteit. Wauw. Bobby is altijd van de goede grappen, hè? Oef, was ik grappiger toen ik mijn geheugen kwijt was? Hij vond het zelf ook een slechte grap. Hopelijk doet de lift het weer. Laten we naar de foyer gaan om even lekker te kijken. Ja, laten we even kijken. Laten we in de foyer gaan kijken of inderdaad alles weer werkt. Oh, oké dan. Er gaan dingen fout hier. Ja, ja, ik denk dat we tegen een ijsschot zijn gereden. Dit wordt net zo slecht als de Titanic, jongens. We moeten ons haasten naar die VIP-kamer. Laten we pakken wat we nodig hebben en ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk van dit schip komen. Oké, Bobby, let's go. Oh, snap. Oh nee. Nee, het is een inktvis. Nee, het is een gigantische octopus. Holy shit. Oké dan. We hebben de Mario uit Mario Sunshine nodig nu, jongens. Die game is moeilijk, jongen. Als je dat wil zien, volg me ook op twitch.tv/Rickachu. Anyway, zwarte blubber. Oh nee. Nee, dit is niet best Super M. We moeten opschieten. Kunnen we hier gewoon doorheen lopen? Kan wel, maar het is niet echt chill of zo. Oké, let's go, Bobby. Let's go, we gaan naar boven. Oh my gosh. Naar de VIP-kamer, jongens. Go, 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 go. Hierin. En snel naar de lift. De stroom doet het weer. Snel, snel, snel terug naar de lift, zegt Bobby. Ja, let's go, let's go. Laten we die lift pakken. Doet hij het weer? Hij doet het weer. De lift doet het. We hebben de lift gemaakt. Oh, nee. 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 Dit gaat natuurlijk helemaal fout, jongens. Oh, nee, hij is er al. Ja, het is hier behoorlijk inkterig. We moeten snel naar de VIP-kamer. Dat is de deur hier links. Wacht, laten we eerst even dit dingetje proberen te pakken. Ah, kan er niet bij. Ja, kan er wel bij. Nice. Glanzende ijzerschoenen. Die trekken we sowieso ook even aan. Oh, hier is nog een deur. Kunnen we hier naartoe? Ah, nee, die zit dicht. Kunnen we hier naartoe? Kijk deze toad. Die zit vast onder de inkt. Help, deze zwarte smeur die kwam vanuit het niets door het raam vliegen. Ik wil het eraf wassen, maar ik ben bang dat ik nat word. Oh ja, ik ben natuurlijk van papier. Oh, wow. Wow, wow, wow. Spin. Pak hem. Oké, let's do this. Stampen. Waarom zijn deze enemies zo sterk? Ga weg. Opzouten. Goed zo. Oh, snap. Oh, snap. Oh, wat doe je? Wat doe je? Oké, dat viel mee. Maak ze kapot, Mario. Lekker. Ik heb altijd zo'n trekje dat ik eerst wil kijken op de plek waar ik niet naartoe moet. Kijk, dat bedoel ik. Nu ga ik hier naartoe, maar ik moet hier helemaal niet naartoe. Oh, wacht. Oh, dit is gewoon een shortcut. Want daar zijn we al geweest op die andere plek. Dus laten we nu echt naar die VIP-kamer gaan. We moeten nu erin. Ah, wie is hier? Wat is hier gaande? Dit is hem. Super M, die gele kist. Oké. Laten we die gele kist gaan openmaken. Hebben we hier een code voor nodig? Ik heb het opgeborgen in deze kluis. Wat was de code nou? Kom op, even goed nadenken. Ja. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Nee! Nee! Oh nee, hij neemt de kist mee. Bobby, pak de kist. Nee! Potverdikkie. We moeten die kist echt terugkrijgen. Dat monster zit waarschijnlijk op het voordek. Erachteraan. Let's go, Bobby. Let's do this. Ik neem wel even dit hartje mee. We hadden het niet echt nodig, maar dat geeft niet. Oh my gosh, het gaat helemaal fout. Laten we die shortcut nemen, Bobby. Go, 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 go. Door dit deurtje. En dan gaan we door dit deurtje. Ja, en dan dwars door het raam springen. Toch? Of niet? Oh, wacht. Misschien toch niet. We moeten een etage naar beneden. Go, go, go. We moeten die inkt weer stoppen. Dan hoop ik alleen wel dat Bobby die code kent. Want anders heeft het nog geen zin. Nee, nee. Blijf hier. Oké. Ja, ik heb erom gevraagd natuurlijk. Ik heb erom gevraagd natuurlijk dat hij zou blijven. En die is die. De verschrikkelijke Gooper Blooper. Deze zit trouwens ook in Mario Sunshine. Die moet je verschillende keren kapot maken. En Bobby zegt dat deze Gooper Blooper hem een pak slaag heeft verkocht. Die gemeenerik. Geef hem de verlang, Super M. Olivia regent op ons. Ja, we moeten dit wel even voor Olivia gaan doen. Oh, wat? Oh, wat? Oh, oké, wacht. We moeten wel uitkijken voor die golven die die... Ja.
hier weg. En dan over de golf springen. En dan hoppakee. Lekker. Zo werkt dit. Beetje afstand. Over de golf springen. En slaan. Nice. Lekker bezig, Super M. Let's go. Oh, wat? Zijn tentakels zijn weer terug. Oh, hij gaat nu even met twee tegelijk doen. Oké. Jij gaat beter je best doen. Nou, kom maar op dan. Kom. Pak hem. Lekker, Mario. Ja, dit gaat de goede kant op. Kijk, hij wordt boos. Oh nee, hij gaat met inkt strooien. We moeten proberen van dat inkt weg te blijven sowieso, want dan zijn we super traag. Dus laten we een beetje hier in het midden proberen te chillen. En dan zo hier springen. Ja, dan hebben we die. Oké, we hebben er één. Oh, hij gaat nu helemaal los, joh. Hij gaat helemaal los. Oké, ik heb twee van zijn tentakels genakt. Lekker bezig. Kan ik hierbij? Ik kan hierbij. Nice. Dit gaat goed. Ah, dit ging bijna helemaal perfect. Maar ja, bijna is niet helemaal. Oké, laten we hier staan. Ja, dan kunnen we zo springen en bam! Dit voor je tentakels, jongen. Ik zal je nu op je oog gaan slaan. Als het lukt tenminste. Go! Oh, wacht. Wacht. Ja, kijk, we moeten hem wel op zijn oog slaan. Dat is wel de bedoeling. Maar ik... Oh, snap! Waar moeten we hem nu... Dit gaat helemaal fout. Waar moet ik hem nu slaan? Oh, hier. Ik denk op zijn snuit. Lekker. Top. Oké, 49 HP over. We moeten voorzichtig aan doen. Oké, nu gaat hij meer inkt gooien. Oh, dit wordt gevaarlijk. Op zijn snuit. Lekker. Oké, nog steeds 49 HP over. Ik ga nu eventjes een beetje... Oh, ik wou op zeker spelen, maar het ging juist fout. Potverdorie. Oké, jump. En slaan. Lekker. Hij is bijna kapot. 39 HP over. Ik heb nog een one-up. Die wil ik eigenlijk niet verliezen. Kan ik hem slaan? Oh, ik was te gretig. Maar, hey, is die kapot? Hij is kapot. Ja, hij heeft zijn vlaggetje omhoog, jongens. We hebben hem. We hebben de mega inktvis verslagen. Lekker gooper blooper. Dit was hem. En we hebben superveel toads bevrijd. Nice. Hallo, toadjes. Woe, dit was wel een leuke battle. Ik vind het wel vet dat er ook battles in zitten die niet om die draaischijf draaien. Ik vind deze battles eigenlijk nog leuker dan die draaicirkel battles. Bobby zegt Super M. Ja, Bobby. We hebben het gedaan. Dat was geweldig. Ik wist dat je dat ding een lesje zou gaan leren. De kluis heeft het ook overleefd. Wat een mazzel. Nu nog even de code invoeren. Hij weet de code gewoon. Lekker, man. En hij heeft een super belangrijk voorwerp om Olivia te redden. Ta-ta-ta-ta. Nou, Bobby. Wat is het voorwerp dan? Of hou je dat nog even geheim? Hey, wow, dit is de kapitein van de Haar Majesteits Prinses Peach. Doet doet. Het was eng en donker in dat monster, maar ik heb absoluut niet hysterisch te janken. Zeker niet, deze kapitein die helpt niet. Iedereen die het tegendeel beweert is gewoon een leugenaar. Dit schip barstte van de passagiers, maar we hebben ze allemaal naar de reddingsbootjes geholpen. Dat is nou klanttevredenheid. Lekker bezig, Toads. Iedereen was dus veilig. Helemaal top. En wij moeten nu terug naar de Karton Canyon. Terwijl we alle Toads hebben gered aan dit bootje, op dit bootje. Dus dat is top. Ik heb wel echt heel weinig HP'tjes over. Laat ik voor de zekerheid maar even een paddenstoeletje innemen, want daar hebben we er toch genoeg van. Nou, Toads, tot de volgende keer. Het was gezellig. Ik ben blij dat ik jullie bootje weer heb kunnen maken. Ik ben wel benieuwd. Kunnen we nu naar boven? Ik denk het wel. Volgens mij kunnen we nu gewoon hier naartoe. Ja, kijk. We zijn nog niet klaar op dit bootje natuurlijk. We moeten nog even al die gaten dichten. We moeten er wel voor zorgen dat dit natuurlijk weer een mooi bootje wordt waarop ze weer nieuwe passagiers kunnen ontvangen. Hoppakee. Laten we ook nog even op het dakterras gaan kijken. Ik zag hier sowieso nog wat muntjes liggen. En hoppakee, een kissie. En in dat kissie zit... Oh, een HP-hart van 20 HP erbij. Supergoed dat we dit even zijn gaan bekijken. Want nu zitten we al op 125 HP. Dat is wel lekker hoor. Die HP-hartjes die heb je wel echt nodig in deze game volgens mij. Want de tegenstanders worden steeds sterker en beter. En ik heb nu nog steeds niet alle gaten gedicht blijkbaar op deze boot. Zou hierachter nog een gat zitten ergens? Nee, zo te zien niet. We zijn nog niet in de lounge geweest. Misschien kunnen we nog even naar de lounge. Want deze die zat... Oh, we zijn hier wel geweest. Ja, we zijn hier natuurlijk wel geweest. Is er nog een ruimte waar we niet geweest zijn? Hier was ook nog een deur waar we net niet in konden. Misschien kunnen we er nu wel in. Nee, hier kunnen we niet in. Waarom kunnen we daar niet in? Oh, wacht even. Dat is deze deur. Die is geblokkeerd.
geblokkeerd door deze zooi allemaal. Daarom kunnen we daar niet in. Nou, weet je wat? Dat laatste gat kan ik niet vinden. Als jij dat wel hebt gevonden, laat even weten in de reacties. En de kapitein die zegt, we moeten de passagiers redden die het schip hebben verlaten. Maar het is te mistig op de Grote Zee. Kun je het even laten weten als de mist is weggetrokken, alstublieft? Ja. Maar we moeten nu eerst naar de Karton Canyon. We moeten Olivia gaan redden, jongens. Dus tot de volgende keer. En het was leuk om kennis te maken met jullie daar aan boord, jongens. Maar ik moet nu echt even heel snel terug. Volgens mij is die zee ook nog best wel groot, hoor. We moeten ongetwijfeld strakjes ook dat roze lint gaan volgen. Maar eerst terug naar de Karton Canyon. Dan moeten we natuurlijk via het Samurai Park weer hier het bootje instappen. En dan gaat deze toot ons weer brengen naar de Karton Canyon. En daar zijn we weer. Olivia! Bobby heeft wat voor je. Dit muziekje is wel echt te lekker gewoon, jongen. Hello, cowboy. We're in the Wild Wild West right now. And we got a present for Olivia. Ja, mijn cowboy-imitatie, daar moet ik nog aan werken, jongens. Bobby zegt, super M. Bedankt dat je in me geloofde en dat je me meenam naar de Grote Zee. Sorry dat ik zo geheimzinnig deed over wat er op de boot is gebeurd. En over het voorwerp in die kluis. Ik zal alles uitleggen. Oh, hier komt de uitleg van Bobby, jongens. Nou, ik ga er even voor zitten. Een tijdje terug was ik aan boord van de Princess Peach met mijn maten. De Bobble Companions. Nice. We hadden munten opzij gelegd voor de VIP-kamer. Wow. Sommigen van ons moesten op de grond slapen. Maar de open zee, de zilte lucht. Het was de beste reis ooit. Wow, en toen kwam die gast. De afschuwelijke blooper. Die viel het schip aan. En ze deden ons best om de boot te verdedigen, maar hij was te sterk. En toen, ja toen gebeurde het. Ik zie die bommen allemaal in de rondte vliegen. Mijn lontje werd losgeslagen. Het vloog van de boot en ik ook. En voor je het wist, lag hij in de Grote Zee. Dus deze Bobby, die kan gewoon niet meer ontploffen, want hij is zijn lontje kwijt. Wat geniaal. Wat geniaal bedacht. Ik weet niet wat er toen gebeurde, maar hij spoelde aan bij Toaddorp zonder lontje en zonder geheugen. Nou, daar ging hij hoor. In zijn eentje erop uit om maar te kijken of hij zich iets kon herinneren. En nu zijn we hier. Toen we dat vuurwerk in het Samurai Park zagen, toen wist hij het weer. Het gevecht met de blooper, zijn lontje en zijn maten. Alles kwam in één klap weer terug. Ja, natuurlijk. Bobby's bommen die ontploffen en het vuurwerk ontploft ook. En toen dacht hij, nu weet ik het weer. Bobby is blij dat zijn geheugen terug is en dat hij alles weer weet. Waaronder een manier om Olivia te redden. Nou, ik ben super benieuwd wat voor manier jij hebt verzonnen, jongen. Nou, hij is eigenlijk had veel maatjes. Maar mijn beste maatje ben ik al lang geleden kwijtgeraakt tijdens een ongeluk. Zijn naam was ook Bobble. En Olivia die had het moeilijk gevonden om ze uit elkaar te houden. Wat sad, dit is super sneu. Hij heeft zijn lontje altijd bewaard als aandenken. Tot hij last kreeg van geheugenverlies. Gaat hij nu dat lontje op zichzelf plaatsen dan? En gaat hij dan zichzelf aansteken? Nee! Bobby, niet doen! Oh nee, hij zegt als ik onze vriendin op deze manier kon redden, zal ik eindelijk de Bobomb zijn die ik altijd had willen zijn. Dat is waar elke Bobomb op hoopt. Een kans om een positieve impact te maken. Nee! Oh nee! Hij zegt, ik heb zoveel leuke tijden beleefd met jou en Olivia. Mijn hart knalt bijna uit elkaar. Sorry. Ik ben een beetje nerveus. Bedankt voor je lontje, maatje. Oh, dit is super emo. Dit is super emo. Hij bedankt ons voor alles. Nee! Doe het niet! Nee! Bobby! No! No! Nee! Ik had net een band met Bobby gekregen. En nu is die weg. Oh nee. Dit is zo sad. Zag Mario ook rennen dan naar Bobby? Oh jongens. Oh man, Olivia. Ik hoop dat het met jou wel goed gaat. Olivia? Hallo? Hallo? Ja. Ja, ze zweeft weer. Wat is er gebeurd? Heb je me gered, Mario? Dankjewel. Nee, nee, het was Bobby. De hele rots is gewoon footsie, helemaal versnipperd. Hoe is dat gebeurd? Heb je een dynamiethamer gevonden of zo? Nee, nee, Olivia. Bobby is weg. Zie je het niet? Bobby is er niet meer. Ja, precies. Waar is Bobby? Hij is er niet meer. Nee. Oh. Je snapt het ook niet. Olivia snapt er niks van. Olivia? Ja. Inderdaad. Hij heeft inderdaad die luide knal, waardoor de rots nu weg is. Dat was Bobby. Oh nee. Olivia is ook verdrietig. En boos. Ze zegt, dit kan niet waar zijn. Olivia gaat er ook vandoor. Nee, nu zijn we helemaal alleen. Nou, laten we maar hier naar binnen gaan dan. Op zoek naar meer avontuur. En op zoek naar Olivia natuurlijk.
We zijn in de turbulente tunnel. Bedriegen mijn ogen, maar weer een toerist. Die zie je anders nooit in onze tunnel. Je bent al de tweede van vandaag. Er kwam net een enorme bij met tranen in haar ogen voorbij zoomen. Dat was geen bij. Dat was Olivia. Oh my gosh, jongens. Ik kan het niet meer aan. Wat een emotionele aflevering. Het heftigste emotionele moment in Mario ooit, denk ik. Bobby, rest in peace. Ik wil nu gewoon een Bobby knuffel. Ik heb alleen Goomba's en piranha planten. En Bowser's. Maar ik wil nu ook een Bobby. Jongens, in de volgende aflevering gaan we kijken waar Olivia uithangt. Gaan we deze tunnel lekker uitspitten. Ik ben benieuwd of we Bobby ooit nog terugzien. Doe een blauw duimpje omhoog voor Bobby. Abonneer op dit kanaal als je meer Bobby's wil zien. En als je nog meer Bobby's wil zien, volg me op twitch.tv/Rickachu. En volg me ook op BobbyTok, want ik maak BobbyTokkies. En volg me op BobbyGram en op TwitBob. En dan zie ik je gewoon bij de volgende aflevering. Of op een van die andere plekken. Oké? Mazzel!